Nederland en bloemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch komen tegenwoordig de meeste bloemen uit het buitenland. Vanuit Oost-Afrika en Zuid-Amerika worden veel bloemen ingevlogen. Schiphol speelt een cruciale rol in de internationale bloemenhandel. Maar liefst 60% van alle bloemen ter wereld gaat via onze luchthaven. Schiphol TV liep een ochtend mee met een bloemenafhandelaar. Wij handelen zeg maar alle verse producten af. Dus bloemen, groenten en fruit. Wat via de lucht hierheen komt. En hier wordt dat gekoeld, opgeslagen en weer verder getransporteerd. Net als groenten en fruit vallen bloemen binnen de categorie perishables. Oftewel producten die kunnen bederven. Het is dan ook van het grootste belang dat de bloemen snel en met de uiterste zorg worden vervoerd. De grootste uitdaging voor ons is om de koelketen gesloten te houden en 3 vacuumtanks hier staan. Daar worden de bloemen ingezet, worden vacuum getrokken met koude lucht. Dat wordt op 4 graden, dus de ideale temperatuur om de bloemen vers en goed te houden. Daarna wordt het hier opgeslagen in de koelcellen. Snelheid is een van de belangrijkste aspecten van de bloemenhandel. Een deel van de uit het buitenland ingevlogen bloemen wordt dezelfde ochtend nog geveld op de bloemenveiling in Alsmeer. En vertrekt ook dezelfde dag weer naar bijvoorbeeld Noord-Amerika of Azië. Maar ook over de weg worden veel bloemen vervoerd. De eerste trucks met bloemen zijn binnen 45 minuten na landing van het vliegtuig al onderweg. Alles met maar één doel. Verse bloemen voor de klant.